uit Scherpenheuvel. Dat is een bedevaartplaats in België. Daar doen ze ook nog iets anders dan bidden, want dan kunnen ze ook accordeon spelen. Dat zult u zo dadelijk merken. Volgens mij is het een leerling van Jos Termonia, maar dat weet ik niet zeker. Jos is er wel bij, maar dat was maar een grapje straks, want Jos heeft zijn eigen instrument niet bij Jos. Maar hij komt binnenkort weer een keer terug in deze regio. Patrick gaat eerst spelen Bourrasque en dan komen er enige verrassingen. Een daverend applaus, dames en heren, voor onze speciale gast Patrick Janssens. Het maakt nog daverender. Dank u wel.